Welkom iedereen, mijn naam is Fabian van het YouTube kanaal Dobbelsmot en ik zit hier vandaag op de server van Tim, Pixstable. Maar mijn naam is vandaag niet Assassin Fabian, maar Enzo Knol. Kijk maar, plus Enzo Knol. En iedereen denkt dan een beetje van, what the fuck? Want ik had een paar suggesties gekregen om te trollen dat ik iemand anders ben, bijvoorbeeld een bekende YouTuber. En dan nemen we meteen de bekendste, en de bekendste is Enzo Knol. Dus daarmee gaan we even rondlopen te surfen en een beetje mensen mee trollen. En we gaan kijken of het leuk gaat worden. Maar eerst moet ik me even vermommen. Dus player en zo. Knol. Zo. En. Dan gaan we gewoon even lopen. Of nee, Gamer 1 natuurlijk. En dan stoppen we even bij dit huisje hier. Een Bami schijf. En die ziet nu Enzo Knol. Hij zegt. Ik schrok. Tof. Oké, nu gaan we als Enzo Knol gaan we natuurlijk grieven. Een beetje slechte naam geven. Ik heb niks tegen Enzo Knol hoor, maar dit kan wel grappig zijn. Sloop ik er weer. Oké, nu ga ik zijn huis volgooien met water als in zijn knol. Oké, ik ga even die wennen, want die. Hij zal bij troll te verpesten. Oké, we gaan door. Hij is nu zo van. Hè, wat gebeurt er? Wat? Er is een knol in mijn huis. En nu ga ik zijn huis onder water zetten. Ja, dit ziet er best goed uit. Zo een beetje onder water zetten zo. Een beetje even 6 time set. 3000 of zo. Dat is wel even lekker. Dan zien we wat beter. Kijk, perfect. Oh, die muten we ook even. Oké, nu heb ik als Enzo Knol een huis onder water gezet. Oké, nu gaan we in een boot zitten. Ik kan me trouwens ook disguise als een boot. Zij zien me als Enzo Knol nu, maar ik zelf niet, want dat is een plugin. En voor de server, niet voor mijn client. Tada, ik had zijn boot gestoopt. Ik weet wat we gaan doen. We gaan Manu add. Assassin Fabian. Aan admin. En dan ben ik nu een admin. En als ik nu iets zeg, dan ben ik Enzo Knol de admin. Vinden jullie mijn video's leuk? Oké, ik ga een huis meer onder water zetten. Ja, tuurlijk ben ik Enzo Knol. Zo is mijn naam toch? Oké, nu zit ik even heel een huis onder water als Enzo Knol zijnde. Oké, ik ga nog even door met dit huis onder water zetten. Dan mag wel. En dan doe ik slash fix water 10. En dan gaat hij ook nog eens helemaal dicht. Zo. Nu zit een hele huis echt goed onder water. Dat is niet zo moeilijk. Oh shit, ik heb overal water gedaan als huis. Oké, nu doe ik even undo en dan gaat dit allemaal weg als het goed is. En dan doe ik ook nog even deze verwijderen. Shash, shash. Replace. Nee. Het is shash, shash, drain. 5 en dan is het in één keer allemaal weg. En dit moet ik ook even allemaal drainen. Zo ja. Oh, die moet ik ook nog allemaal even trainen. Man. Wordt wel lastig. Oké. Drain. Ja, en nu is het weer helemaal mooi. Oh ja, en ik moest zijn raampje nog fixen.
Oké, we gaan weer door met de Enzo Knol-troll. Bij wie mag ik even komen kijken? Oké, die ga ik als Enzo Knol bij het tractorvent langs. Oh wacht, die had ik al een keer getrold. Oh, hier is een heel feest bezig. Awesome. Weet je wat ik dan doe? 66 haalsfeer. En dan doe ik 166. Die was voor de vorige troll. 10, 10. Oké. Hij is er. TP hier. Hij mag er niet uit zijn. Hij zat eruit. Oké, nu kan niemand er meer uit. Uit dit gebied. Very nice. Very nice. Oké. Wat gaan we met ze doen? 6 spam op. Pick 10. Oké, een heleboel picks. Dit was leuk uit de vorige episode. En dan slash lightning. Oh, ik speel verkeerd. Lightning. Slash hard to spam. Oh, het was gewoon slash lightning. Oké, nu doen we het nog een keertje. En dan doen we met deze part 2 spam mob pick 10. Want ik wil natuurlijk een heleboel zombie pikmen hebben. En dat krijg je zo door die met lightning te doen. Waarom kan ik niet typen? Iemand zegt dat hij van mijn video's houdt. Daar ben ik blij mee. Oké, het was vorige keer niet zo goed gegaan met, ja, het kan gewoon niet. Niet iedereen gelooft dat Enzo Knol echt op de server is. Dus we gaan gewoon door met wat normaler trollen. Ik zie hier een konijn. Ibono konijn. En ik ben van plan om even een killer bunny bij hem te gaan spannen. Dus, laat ik die even opzoeken en dan gaan we doen. Oké, ik heb de comment en we gaan hem spannen. 3, 2, 1. Slash spam op. Oh nee, dat was niet. Ik had hem gekopieerd. Lol. Ctrl V. Oké, daar is hij. De enigste echte killer bunny. Ja, hij gaat. Holy shit. Hij gaat. Hij durft waarschijnlijk niet in het water, maar als hij... Ja, daar gaat hij. Oh. Holy shit. Oh nee, hij heeft hem opgesloten. Slash lightning. Waarom werkt dat niet? Het werkt niet, what the fuck. Dat is raar. Oké, we moeten hem nu even vermoorden. I Diamond Sword 1. Killer Bunny mag niet opgesloten zitten. Dus... Oh! Hij heeft hem vermoord! Nee! Oké, we gaan hem nu helemaal vol spannen met Killer Bunnies. Ja, en daar mag hij niet langs. Nee, dat mag niet. Ah! Hij is veel goed voorbereid, deze vent. Oké, we gaan even power 2 doen. 6 power 2. En dan ctrl V. Oh, en dat is fout, want hij heeft maar één dingetje nodig. En nu gaan we overal killer bunnies neerzetten. Die killer bunnies gaan hem vermoorden, wacht maar. Kijk hier, bam! Rekt. Oh, nu zetten we die gewoon overal neer hier. Dude, iemand gaf net het beste idee ooit. What the fuck, het regent varkens of zo. Dat is zo'n goed idee. 6 kill all. Oh shit, hoe ga ik deze rabbits weghalen? Die krijg ik nooit meer terug. Oh jawel, ik kan die vent van net gewoon hier terug doen. Hij is een konijn, dus daar wordt hij aangevallen door alle andere konijnen. Dit is wel komisch. Die killer bunnies zijn niet zo sterk, maar volgens mij kan je ze ook nog custom levens geven. En dan als ze heel veel levens krijgen, worden ze natuurlijk echt onverslaanbaar. Nee. Zo gaan we dat even niet doen. We gaan boven hem hangen en dan gaan we een anvil plaatsen. 6 up 10. En veel. We doen er 2, want dan gaan ze altijd automatisch dood. Mensen die op zo'n dingetje klimmen, dat is altijd te grappig. Oké, hier komt-ie.
Hij is niet dood. Wat is dit voor server? Hij sprong van de paal af en hij ging wel dood. Wauw. Maar eerlijk. Oké, weet je wat? Hij mag al deze killer bunnies gewoon houden. Gewoon, hij heeft nu gewoon een veld vol met killer bunnies. Iemand anders gaf een heel goed idee. Een varkenregen. Hoe gek is dat wel niet? Dat wil ik wel even zien. TP Loki keys. Ik ga het gewoon aan hem geven. Ik doe slash up 10. Ik haal de power tool hier vanaf. Oké, en dan gaan we dit volgooien met varkens. Als jullie nog ideeën hebben, moet je vooral zeggen. Want ik sta open voor ideeën. Slash power tool spam op. Want met een power tool kan ik met één klik kan ik de command uitvoeren. Pick 10. Oké, nu span ik er dus een heleboel. Oké, zijn jullie klaar voor de grootste varkenregen ooit? Dan doe ik even hier, slash positie 1, slash positie 2 en slash set 0. En dan laat ik mezelf ook vallen. Wow! Holy shit. Oh, de helft zit hier nog. Wow! Wow! Mooi joh, hoe is dat? En waarom kan ik geen lightning? Wat is dit, man? En ze denken, Fabian is niet meer online, dus ze denken nu dat echt wat gekke dingen gebeuren. Oké, dus dit moet weg. Oh, wat gebeurt er als ik sla? Dan gebeuren er allemaal gekke dingen. Wow. Is dat een onzichtbaar huis of zo? Oh. Is een span. Wow. Wat gebeurt hier allemaal, man? Zo, waar gaat dit naartoe? Dit is een of andere weg over waterladies. Die gaat naar een of ander gegriefd huisje. Ik ben hier bij Avontuurboy. Hij is klaar voor een avontuur. Daar gaat hij. Op avontuur. En hij loopt uit. Balen dit. Ik had hem zo mooi kunnen trollen. Hij is terug. Weet je wat we met Avontuurboy gaan doen? We gaan hem eerst even volgen. En dan gaan we hem echt een avontuur geven. En holy shit, niks laat op deze server. Er was dit. Ik ben te dom en ik weet niet beter dan Hex. Kalfjes, Hex. Hij kan niet uit het water. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik bedank iedereen namelijk ook voor het kijken. Laat vooral nog even een like achter. Dan zie ik dat jullie het ook echt leuk vonden. En dan zie ik jullie weer in de volgende aflevering. Later.